Wiljan. Vandaag zijn we als FC Den Bosch aanwezig bij kinderen die hier komen spelen en met, voor clinics en voor het doel. Waarom zijn we hier als club aanwezig? Op de eerste plaats denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat FC Den Bosch in de stad altijd zichtbaar dient te zijn. Daarbij heb je natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke rol. We zijn natuurlijk bezig met de jeugdopleiding, daar heb ik een bepaalde voorbeeldfunctie. Bepaalde uitstraling die hebben we bij de jeugd. Dat wij in ieder geval laten zien dat we niet alleen bezig zijn met kunstjes te leren en beter voetballen. Maar we ook heel erg met gedrag bezig zijn. Nou ja, als je praat over pesten en als je praat over respect, is dat een gedragsuiting. Dat is eigenlijk wat we bij de jeugd proberen te doen. En uiteindelijk natuurlijk ook bij het eerste elftal laten zien. De mensen respect hebben, hè, want als je respect toont, daar begint het mee. En je moet niet zomaar respect verwachten, maar eerst zelf tonen. De club heeft onlangs een foundation opgericht. Wat vind je wel Jan Vloed van deze ontwikkeling? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, voetbal is meer dan alleen tegen een bal aan trappen. En ik ben ontzettend blij dat Glenn met zijn foundation aan de slag is gegaan. Want dat betekent dat we alle activiteiten kunnen plannen onder één noemer. En dat we nog meer in de stad zichtbaar zijn. En niet alleen voor onze eigen voetballers, maar met name voor iedereen die Den Bosch een warm hart draait. Dat zijn met name de mensen uit de stad, de mensen uit de regio. Want dat zijn we. We zijn een regioclub. En we moeten ook doen voor andere activiteiten. Nou, kijk, hè, iedereen weet dat we bezig zijn met de ontwikkeling. Om die eigen jeugdafdeling in een eigen locatie in te zetten. En dan willen we ook andere doelgroepen aanspreken. En onder andere valt het bijvoorbeeld over het G-voetbal. Maar ook uiteraard over vrouwenvoetbal, wat we graag bij Den Bosch doen. Of walking voetbal voor de wat oudere mensen onder ons. En dat kan het best als je een eigen complex doet. Nou, en zo gaan we overal in de stad een boodschap uitstralen. Dat doe je samen met de jeugdopleiding. En maar ook met de foundation.